Even voor half negen was de enige aanwezige medewerkster in de spoelkeuken bezig. Ze zag een man bij de toonbank. Hij zei heel kalm tegen haar, ik wil niets bestellen, doe heel rustig, ik wil het geld uit de kassa. De medewerkster moest het geld in een tasje doen. Ze deed wat hij wilde, maar de man wilde ook geld uit de kluis hebben. Omdat hij steeds één of beide handen in zijn zakken hield, vermoedde de medewerkster dat hij daar wel eens een wapen kon hebben. Na het verlaten van de zaak ging de man linksaf en liep via het steegje richting Meander.